Nou, de jury is eruit. Hier op tafel liggen alle voorstellen voor bedrijven. En ik geef het woord aan Rob. Hi, leerlingen en toekomstige ondernemers. Welkom. Jongens, wat hebben jullie veel werk gedaan? Hartstikke goed. Zijn super blij en geïnspireerd door jullie. Echt top. Ik ben echt heel tevreden. En jullie hebben het ons echt gewoon niet makkelijk gemaakt. Echt gewoon niet. Dus we hebben gezwoegd en we hebben het maar gaan scheuren, want ik kom er niet meer uit. We hebben lijstjes gemaakt om daar weer op te scoren. En wij hebben wel op gelet natuurlijk een aantal zaken. Hoe ziet die teams er en zien die teams er eigenlijk uit? En we hebben ook gekeken, inspireert, dat is creatief. We hebben gekeken van, maar wat kun je daar nou mee als ondernemer? Het is een leuke, we hebben ook ideeën gehad die hartstikke leuk waren. Maar wat kun je daarmee als ondernemer? Dus, nou, We moesten kiezen. we moesten kiezen. Ja. Ja, en we vonden een aantal dingen heel erg leuk. We hebben met name ook de winkels die bedacht zijn erg leuk. Ik vond ook de initiatieven met eten, drinken, film kijken. Nou ja, ik kan ze allemaal natuurlijk opnoemen. Picknicken, de ijskraam. Allemaal geweldige ideeën. Een paar mooie PowerPoints ook hebben een paar mensen gedaan. Maar we gaan toch jullie meedelen wie het wel zijn geworden, waar we een stap verder mee willen. Dat wil niet zeggen, degene die het niet zijn geworden, dat je niet moet gaan ondernemen, hè? Aha, je gaat gewoon, als jij het gewoon een geweldig idee toch vindt, ga je het toch proberen. Waarom niet? Ja? Nou, even weer. We hebben gekozen voor één. Zal ik, Ja. ja. Dit staat, hier staat Fundsport. Is een mooi initiatief. Wordt begeleid door jou, hè, Rob? Daar ga ik begeleiden. En vinden we een mooi initiatief, omdat dat natuurlijk ook heel belangrijk is in de maatschappij. Voor gezondheid van kinderen. We geloven ook in de mensen die het gaan doen. Dat zijn echte sporters, vinden we belangrijk. Die kunnen met passie straks hun verhaal vertellen. We zien een verdienmodel. Moet ook nog wat aangeschaafd worden. Mooie presentatie gegeven. Dus daar ga ik mee aan de slag. Verder ga ik Ja, aan de slag met deze. Fietsocool. Fietsocool, ook een prachtig idee. Leuke naam ook gelijk. Ja, Ja. dan scoor je al met een goede teamverdeling ook gelijk. Scoor je ook hartstikke goed. Dus al vrij veel goede concrete ideeën. Taakverdeling ook Taakverdeling. sowieso. Ja, we willen nog wel wat schaven aan het concept. Maar dat komt goed, want we denken dat daar nog een veel mooier verdienmodel samen met jullie uit te halen is. Maar dan gaan we lekker mee aan de slag. We hebben er zin in. En dan heeft Ik, Lara ja, gekozen. voor Party Four Seasons, samen met, oh, ik kan niet zo goed lezen, Seam, Duane, Ale en Judy? Ilem, Wat gaan ze doen? Dua, Ella en Julie. Julie, Party Four Seasons, een bedrijf dat kinderfeestjes gaat organiseren met nou, de meest creatieve ideeën natuurlijk, dus nou ja... Daar gaan we ook nog keihard mee aan de slag. Maar het basisidee is helemaal top. Top. Hartstikke leuk. En het spreekt mij heel erg aan. Dus nou, daar heb ik al heel veel zin in. Party for Seasons. Ook een hele leuke naam vind ik het. Ja. De tweede waar ik mee ga werken, dat zijn met Kiara en Max. En het is een idee om kinderen samen te brengen. Met elkaar af te spreken om samen leuke dingen te gaan doen. Via een app. Via een app. Ja. Ja. Daar zie ik ook van allerlei leuke Echt van deze mogelijkheden tijd. in. Heel Ja, leuk. past helemaal bij deze En tijd. een goed team. Goed team, horen we. Ja. Dus ja, daar gaan we vanuit. En ja, lijkt me hartstikke leuk deze. Ja, volgende keer komen Gefeliciteerd. we bij jullie in de klas. En dan gaan we aan de slag. We nemen de boekjes mee. Zodat jullie ook gelijk aan de slag kunnen met allerlei opdrachten. En dat is meteen dinsdag na Na de de vakantie. De dinsdag Ja. na de vakantie. Ja. Dus je kunt nu al wat doordenken, door akkeren over alle ideeën die je misschien al hebt. Nog eens een keer een vergaderingetje houden. Altijd goed. Maar na de vakantie gaan we aan de bak. En dan zijn Laura en ik komen jullie een stap verder te helpen. Ja. Hey, succes mensen. En bedankt voor alle goede inzettingen. Zet hem Toppers. op. Helemaal goed.